Bekende Nunenaar Fien van Grootel schildert graag historische bouwwerken en pittoreske laantjes van Nune, die soms al vergeten of afgebroken zijn. Er is nu tot 7 juli een expositie van haar schilderijen in de pastorie van de Clemenskerk onder de titel Nune toen en nu. We gingen eens kijken en luisteren naar de verhalen van Fien bij de schilderijen. Fien, hoe ben je ertoe gekomen om schilderijtjes te maken van historische bouwwerken en pittoreske laantjes in Nune? Ik heb altijd als kind al getekend en gedaan. En hier in Nune heb je diverse schildersgroepen en zo. En bij ons op de dorpswerkplaats ook. En daar heb ik me bij aangesloten. En wij hebben dus een leraar die daar heel goed in is. Dat is Jan Vlemmings. En dus dan zijn we dus begonnen. En het is heel leuk. Ik vind het heel fijn om te doen. En ik hou wel van oude bouwwerken en dingen die iets ons te zeggen hebben. Komt het dat je ook schilderijen maakt van gebouwen die er niet meer zijn? Je bedoelt die weg zijn? Ja. Nou, die hebben dus geven ons toch een herinnering aan een geschiedenis. En dat vond ik leuk om die op doek vast te leggen. Ja. Fien, nou je binnenkort 90, maar je bent nog steeds bezig met schilderen. En je bent nou bezig waarmee? Met slotje. Het slotje stond vroeger aan de Dommel in Nopetten. En dat was van adellijke families. Die hebben daar gewoond. Maar op een gegeven moment is het slotje toch weggegaan, afgebroken. Maar ik wil dat gewoon weten, ook voor die mensen die daar hebben gewoond. Dus de eerste lagere school van Nune. En die stond in de Beekstraat, vooraan in de Beekstraat. En die is van vorige eind 18e eeuw. Op een gegeven moment was dat ding te klein, dat huisje. En is dus de school in het dorp gebouwd. Wat voor schilderij hebben we hier? Hier hebben we dus een kosterswoning van familie Schaffhat. En die stond vroeger langs de Clemenskerk, langs het plein. En hij heeft altijd de koster gewoond. Maar de koster Schaffhat, waarom heb ik dit geschilderd? Omdat Van Gogh hier ook nog een periode heeft gewoond. Want die werd toch immers in zijn eigen omgeving niet zo geaccepteerd. Dit huisje stond aan het begin van de Papenvoort. En dat hoorde bij de huizen aan de berg. Maar dat stond dan achter hun huis. En er was vroeger een bakkerij. En die bakkerij die was van een familie van Dijk. Maar later is ze allemaal overgegaan naar Linders. Familie Linders hebben daar. Nou, en die hebben toen op een gegeven moment in het dorp een bakkerij gehad. En drogisterij en van alles. Maar dat is toen afgebroken. Maar waarom dat ik dat ook wilde doen, daarnaast staat een huisje. En dat is nummertje 3. En daar bracht Van Gogh vroeger zijn post. Dit is het oude station. Of het stationsgebouw op het eind. En daar, van daaruit ging Van Gogh naar Eindhoven. En, maar ook, dat vond ik boeiend, hier zijn ook Nunense mensen, met name vrouwen, naartoe gewandeld. Want vroeger had je dus geen markt of geen dingen waar mensen hun spullen konden verkopen en zo. Dan moesten die mensen zelf brengen. En er was met onder andere vrouwen, die brachten daar boter en eieren. Via dit station, op de trein en zo naar Eindhoven. En dan gingen ze op de markt hun zaakje verkopen. Dit was het eerste raadhuis van Nune. Van 1734. Toen was zo'n raad, had je dus een man en een paar die daar dan wat regelden. Bijvoorbeeld als een kind geboren was, dan kwam die een paar manier mensen hier naartoe en dan werd er even geregeld. Hè. Zo moet je dat toen zien. Dit is dus het eerste raadhuis en het tweede staat dus waar nu Fien Santre is. Het zijn hele mooie schilderijtjes, Fien. Ik denk dat heel veel Nunenaren dat leuk vinden om te zien. Ja, vooral, ik vind de geschiedenis het boeiste. Het verhaal wat erachter zit. Ja, je kunt het haast een museumpje noemen dit. Hè? Museumpje van Oud-Nune.